Ik ben Dirk Verstraeten, 54 jaar. Vroeger waren mijn tanden niet uitzonderlijk mooi. Ik had een spleetje tussen mijn tanden. En dat vond ik best wel storend. Ik was vroeger als kind heel onzeker over mijn tanden door de grote spleet eigenlijk tussen mijn voorste tanden. Daarmee heb ik beslist om mijn tanden te laten esthetisch mooier maken, dus met mijn klemsmaal. Als DJ natuurlijk kon ik de keuze niet echt maken om een, die overdreven witte glimlach te hebben. Bij Glamsmile is er gekozen geweest om het subtiel aan te pakken. Ik heb een afspraak gemaakt met een consulente. Zij heeft mij eigenlijk alles uitgelegd. Zij heeft ook een soort van 3D-fotootjes gemaakt van hoe het zou kunnen zijn achteraf. Ook met 3 verschillende kleuren, van iets minder wit tot heel wit. Ja, een van de aspecten dat ik ook enorm interessant vond, is dat ik mijn tanden van tevoren kon behouden. En dat we zelfs dan nog de facetten konden gaan bewerken. En voor mij dat natuurlijk aspect was cruciaal. Ik heb het toen laten doen en ik ben daar zo blij mee. Stelt niks voor, in 2-3 afspraken is alles gebeurd. Het doet geen pijn. Kleine onregelmatigheden zijn er nu volledig uit. Ik ben eigenlijk binnengegaan met mijn oude tanden, laat ik maar zeggen. En een paar uur later ben ik buiten gegaan met een hele mooie glimlach. Maakt toch wel een goed verschil. Als je praat met mensen, durf je ze echt recht in de ogen kijken. Je zelfvertrouwen krijgt toch wel een boost. Ik ben er ook voor gegaan en het resultaat is echt super mooi. Je bent niet meer geremd. Je kunt weer breed lachen. Oh, ik zou zeggen, niet twijfelen. Die glimlach is echt wel meer waard dan dat je denkt.